Op de televisie werd het publiek getuige van het tumultueuze einde van het huwelijk tussen Anneke en Dirk, dat voornamelijk toe te schrijven was aan het gedrag van Anneke. Inmiddels hebben de twee hun eigen paden bewandeld, waarbij Dirk zijn hart heeft verloren aan een andere vrouw, niemand minder dan de gerenommeerde Nederlandse schrijfster Patty Harpenau. Met meer dan 50 boeken op haar naam, is de 64-jarige auteur geen onbekende in literaire kringen. Hun ontmoeting vond plaats in het digitale rijk van Facebook, Waar Patty de stoute schoenen aantrok en Dirk een bericht stuurde. Wat begon als een virtuele conversatie, ontwikkelde zich snel tot een persoonlijke ontmoeting, waardoor Dirk zich al snel op de bank van Patty bevond. In een interview met het blad Story onthult Harpenau dat hun relatie nog in de prille fase verkeert, maar ze kan niet anders dan onder de indruk zijn van haar nieuwe vlam. Patty heeft de uitzendingen van MAFS aandachtig bekeken en was geschokt door het gedrag van Anneke. Toen ik zag hoe Anneke tegen hem tekeer ging, dacht ik, het zal je maar overkomen, al dus Patty. Volgens haar is Dirk een waardevolle aanwinst voor elke vrouw, en ze kan niet begrijpen hoe Anneke hem als oud vuil heeft behandeld en aan de kant heeft geschoven. Die Anneke is niet goed bij haar hoofd dat ze hem heeft laten lopen, voegt Patty kritisch toe. Het lijkt er echter op dat het lot een positieve wending heeft genomen, aangezien Patty nu gelukkig samen is met Dirk. Wat betreft Anneke, schijnt ze ook weer liefde te hebben gevonden in de armen van een jonge lokale bakker in Bedem, volgens onbevestigde geruchten. Zo lijkt er een gelukkig einde te zijn gekomen aan alle drama. Het is interessant op te merken dat deelnemers van MAFS contractueel verplicht zijn geen uitlatingen te doen over de uitkomst van het programma, op straffen van een megaboete. Echter, Patty wijst erop dat zij geen dergelijk contract heeft getekend en dus vrij is om alles te delen. Een onverwachte wending in dit liefdesverhaal dat het publiek blijft boeien.